Dit wil ik echt even laten zien. Het is een soort Tinder. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga deze vlog jullie meenemen in mijn zwangerschapsupdates. Want dat heb ik al een tijdje niet gedaan, omdat we natuurlijk bezig waren met de vlogmas. En in de vlogmas heb ik natuurlijk gewoon ook wel gevlogd over wat dingen terwijl ik zwanger was. Maar ook niet echt meer de updates gedaan zoals ik dat voor vlogmas deed. Toen deed ik het elke maandag en dat blijft ook elke maandag. Alleen nu is het even dinsdag, omdat ik gisteren de andere video had over de doelen. Dus bij deze op 2 januari een vlog met een zwangerschapsupdate van de afgelopen week. Dus het is nu dat ik dit opneem. Het is vandaag donderdag. Donderdag. Ja, donderdag, 2 dagen na kerst. En ik had zoiets van, ja, ik ga weer eens een keertje mijn boekje invullen met alle zwangerschapsdingetjes. En wat ook wel extra leuk is hiervan, is ik ben vanaf vandaag in het derde trimester. Dus dat betekent 20 weken zwanger. Spannende week ook weer, want misschien hebben jullie wel gezien in de vlogs dat ik vorige week bij de verloskundige te horen kreeg dat het handig was om even een extra echo in te plannen. Want de meting die ze had gemaakt van mijn buik vond ze een beetje aan de kleine kant. Dus toen heeft ze besloten dat ze een extra echo wilde bij 28 weken en dat is morgen. Dus daar ga ik jullie morgen in meenemen hoe dat allemaal gaat. Ziet er een beetje raar uit met deze broek. Maar dit is de buik nu. Zo, ik dacht ik geef jullie ook nog eventjes een update over hoe ik me nou echt een beetje zo'n beetje voel. Ik voel me eigenlijk zo goed dat ik het op dit moment jammer vind dat ik al op 28 weken ben. Zoals ik me nu voel, zo zou ik eigenlijk wel de hele zwangerschap willen blijven. Ik heb zo'n buikje die net aan gewoon super leuk is. Niet heel erg in de weg zit. En ik heb veel energie. Het enige is dat ik gewoon wat kortademig ben, nog steeds. Maar dat heb ik al vanaf het begin, dus dat begint al te wennen. Volgens mij is mijn bloeddruk ook al niet meer zo heel erg laag. Want ik heb niet meer zo heel veel behoefte aan suiker en drop. Dus ik denk dat dat vanzelf een beetje stabiliseert. En mijn bekken heb ik nog wel een keertje beste last van gehad. En dat was ook weer precies een dag nadat ik veel had gedaan. Dus dat is mijn lichaam die dan echt tegen me zegt van ho ho ho, time for Christmas. Rustig aandoen. Dus niet lichamelijk te veel sjouwen. Dat was een dag dat ik veel was gaan sjouwen. Nou, soms vergeet ik even dat ik dat niet meer moet doen. Maar behalve dat voel ik me echt super goed. En is het echt een heerlijke zwangerschap tot nu toe. En kan ik echt niet wachten. Tot ik echt aan de babykamer ga beginnen. En de babymeubeltjes ga kopen. En de box ga kopen. En de kerstboom weggaat. En een box komt te staan met babydingetjes erin. En ja, die babykamer inrichten. Maar ook vooral alle spulletjes erin leggen. I can't wait. Echt niet. Dat zullen heel veel moeders waarschijnlijk wel herkennen. Dat als je er tegen de 30 weken aangaat en je hebt dat nog niet. Dat je gewoon echt denkt van, oh nee. Dit is helemaal niet goed. Ik loop achter. Ik ga hier iets aan doen. Nou, heel erg gelukkig is vandaag vloer voor onze nieuwe slaapkamer ingemeten. En als het goed is, kunnen ze die over 2 à 3 weken al plaatsen. Nou, als ik dan zorg dat ik voor die 2 weken de rest van de slaapkamer af heb, dan kunnen wij met onze bedden, ons bed, in de nieuwe slaapkamer. Dan kan Yola uit de babykamer in haar nieuwe slaapkamer, want ons oude is. En dan kan ik de babykamer verder gaan inrichten. En dat ga ik natuurlijk ook allemaal aan jullie laten zien. Dus heb geduld. En de rest zien jullie morgen. Let's go. Wow. Ja. Hoe zwaar ben je? Wow, hij gaat nu wel omhoog hoor. 7. Nou, dat moet wel gegroeid zijn. Ja, dat lijkt me wel. En anders jij wel. Dan hoop ik niet dat het babytje te klein is, want dan is alles alleen maar in andere dingen gaan zitten. Het is vandaag vrijdag en we beginnen de dag met een echo, een hele spannende. Ja. En dan gaan we horen of het babytje wel of niet groot genoeg is, maar ik heb net op de weegschaal gestaan. Die snaar is in ieder geval wel groot genoeg. Ik ben tijdens de kerst
dagen 3,7 kilo aangekomen. Wow. Ja, wel schattig kopje. Hij is pas 28 weken. Weet je dat in de couveuse zou zien liggen? Maar ja. Echt een lekker kopje heeft hij. Kun je hand al weg? Kom door even. Kijk, wat mooi. Oh. Prachtig. Begin te filmen. Wow, ja. Oh, wow, kijk dat. Wat een mooi beeld. Hij trakteert hier wel op. In die ja, hè? Toch even kijken. We doen even de pad aan zijn hoofd wegjoppen. Hij zit mooi in het midden. Nou ja, niet helemaal in het midden, maar aan de onderkant van het gemiddelde. Ja, dus, hij zit ook met zijn hoofdje laag. Oh ja, dat ook, ja. En toen was het alweer zaterdag. Ik heb gisteren natuurlijk mijn gewicht laten zien en alles. Dus ik dacht, nu nog even wat andere dingetjes die speelden de afgelopen week. Ja, bij Yola was ik natuurlijk 30 kilo aangekomen. En daar heb ik ook hele herkenbare dingen die ik nu weer krijg gehad. Dat ik echt allemaal van die soort van uitrekselstrepen kreeg. En dan niet op mijn buik. Helemaal niks op mijn buik. Maar wel op mijn dijbenen en billen. Dus ik ben weer begonnen met smeren. Daar was ik al een tijdje geleden mee begonnen, maar nu echt actief. Dus ik ga even laten zien wat ik daarvoor gebruik. In eerste instantie deze. Wat mijn moeder altijd tegen me zei, gebruik eierzalf. Ik heb al best wel veel gebruikt. Maar dat is natuurlijk heel erg vet. Beetje vettig. Dus dat doe ik dan in de avond. En daar smeer ik dan mijn buik mee in. En ook een beetje mijn dijen. Want daar rekt het natuurlijk het meeste ook uit. Iedereen focust altijd alleen maar op de buik. En borsten. Niet vergeten. Borsten moeten ook ingesmeerd worden. Want die worden ook echt heel erg groot en zwaar. Dat dus voor 's avonds. Want dat vind ik echt veel te vettig als ik 's ochtends de douche uitkom. Om dan meteen met dit te gaan smeren. In ieder geval heb ik nu twee andere dingen die ik smeer. Buikbalsem van de Kruidvat gewoon. Hij ruikt lekker. Een beetje neutraal. En ja, of het effect heeft. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want I don't know. Maar ja, het bevat provitamine B5, olijfolie, sea butter en nog iets. Ach ja. En die buikbalsem, die smeer ik dus ook gewoon overal waar het uitrekt. En daar heb ik ook een olie van. Maar die olie, die vind ik ook weer een beetje vettig. Dus deze gebruik ik echt 's ochtends gewoon na het douchen, wanneer ik nog de hele dag mijn kleding eroverheen aan moet. Dan is het niet al te vettig. Bij de eerste zwangerschap heb ik dus echt alleen eierzalf gebruikt. Echt in de avond voordat ik ging slapen ook echt zo helemaal vol. Voelde goed. Oh ja, en nog iets leuks betreft de zwangerschap. Ik heb het kraamvogelboek binnen. Ik had van de week een intakegesprek. En 7 jaar geleden, of bijna 8 jaar geleden alweer, met Yola was ik ook bij de kraamvogel. Ik was er echt blij mee. En ik heb ook weer dezelfde kraamverzorgster gevraagd als die ik toen had. Het is natuurlijk nog maar de vraag of dat gaat lukken. Dus dat weet ik niet. Maar mocht het lukken, dan vind ik het heel erg leuk om haar weer te hebben. Omdat ze mij heel erg heeft gestimuleerd bij het geven van borstvoeding. Ik denk dat als zij er niet was geweest, had ik het echt veel eerder opgegeven. Dus I hope so. En wat ook heel erg leuk is, dat Yola dus ook een soort van mini boekje krijgt. Of diplomaatje krijgt als ze bepaalde opdrachtjes heeft gedaan. Waarbij ze de baby mag verzorgen. Dus dat vindt ze zelf echt helemaal het einde. Yola die is echt gek op dat soort opdrachten en dingen en diplomaatjes halen. Dan heeft ze echt het gevoel dat ze iets bijdraagt aan de kraamperiode. Dus dat is echt heel erg leuk voor haar. Daar kijkt ze helemaal naar uit. Dus ik vond het ook heel leuk om dat te horen dat ze dat hebben. En dan had ik nog iets leuks om te laten zien aan jullie. Namelijk een app. Grappige app. Oh ja, deze app hebben ook al een aantal mensen omgevraagd. Welke dit is. Ouders van nu app. Tip van de dag. Trakteer jezelf op een vitaminebom. Maak een gezonde groene smoothie. Goed idee. Beetje te laat vandaag, maar doen we morgen wel. Je kind krijgt steeds meer een persoonlijkheid en karakter. Hij heeft al duidelijke gezichtsuitdrukkingen. Ja, dat hebben we gezien met de echo. Wat we via een vriend hadden, dat is babynamen van Zwitserhal. En dat is echt super grappig. Dat wil ik echt even laten zien. Dat is dus een soort, het werkt een beetje hetzelfde als Tinder. Dus je zegt de hele tijd, als je iets dus niet leuk vindt, zeg je nee. En dan komt de volgende naam. En dan zeg je ja. Je kan zelf swipen. Nee. Oh, je kan ook swipen. Dus, nou, heel grappig. Wij zijn druk bezig met namen. En we hebben ook al een voorkeursnaam. Maar dat zeggen we niet. Nee. En het is ook nog niet zeker. We hebben nog steeds een hele lange lijst met namen. Zowel in ons persoonlijke lijstje als dus in deze app.
Dus nog niks is zeker. In ieder geval, leuk dat je keek naar deze aparte video die ik even had gemaakt over de zwangerschapsupdate dingetjes. En vanaf nu is het gewoon weer elke maandag dat er een zwangerschapsupdate online komt. Dus nu na het vlogmas is het weer helemaal normaal en komt het weer vanaf nu dus elke maandag. Abonneer als je op de hoogte wil blijven ook van de extra video's die nog tussendoor komen. Niet vergeten. En nou, doei! Rock that joint.